Op de satellietfoto zien we behoorlijk wat bewolking boven de Noordzee. Daar krijgen we vandaag mee te maken, maar tussendoor zal er ook af en toe wat ruimte zijn voor de zon. Droog blijft het niet, want verspreid over het land valt vanochtend al een enkele bui. De temperaturen tussen de buien door een graad of 13, in de buien zelf is het ietsjes koeler. De wind die is zwak tot matig uit het noorden tot noordwesten, maar neemt in de middag toe en wordt dan uiteindelijk matig aan de kust soms eventjes vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Overal kan wel een bui vallen, maar er zijn ook plaatsen waar het lang droog blijft, met af en toe zon en het kwik loopt uiteindelijk op naar een graad of 18. Vanavond wordt het weer op de meeste plaatsen droog en vooral landinwaarts komen opklaringen voor. De temperatuur daalt vanavond naar een graad of 14 en vannacht ligt het kwik landinwaarts op de koudste plaatsen rond een graad of 7. Morgen dan is het opnieuw wisselend bewolkt. Er zijn iets minder buien dan vandaag, waardoor de temperatuur op de meeste plaatsen een graadje hoger wordt, met een maxima tussen 17 en 19 graden. Dinsdag komt de 20 graden weer in zicht en hetzelfde geldt ook voor de woensdag en de donderdag. Op alle dagen is wel het geval dat er steeds nog een enkele bui kan vallen. De wind die gaat naar de zuidwesthoek en blijft meestal matig van kracht. Ik ben Wilfried Janssen en ik wens u nog een fijne dag.